ik zit hier bij 6 mensen uit Bonnebroek en die gaan allemaal meedoen aan het Glazen Café. Ja, oorspronkelijk zijn we gestart voor 3FM Series Request. Dat was in 2011 in Enschede. En daar hebben wij 2 jaar wat voor gedaan, maar kregen we allemaal wisselende geluiden voor terug. En zeiden van, goh, kun je niet een keer wat voor Bonnebroek gaan betekenen? En dat hebben we opgepakt en vanaf dat jaar zijn we eigenlijk voor Bonnebroek goede doelen gaan steunen. En mensen konden zich inschrijven. En op die manier steunen wij Bonnebroek. Dit jaar proberen we geld op te halen voor 11 doelen. Dat verschilt van de voetbalvereniging tot de katholieke vrouwenvereniging en de bibliotheek Bonnebroek. Nou ja, en zo nog een stuk of wat meer. Ja. Peter, jij bent een van de mensen die echt in het glazen huis gaat. Wat betekent dat voor jou? Dat betekent toch al 4 dagen lang heel veel plezier aan de ene kant. Ik vind het zelf heel leuk om te doen. En kinderen, ouderen, allerlei mensen die langskomen een plaatje aanvragen, is dat toch altijd wel heel, heel leuk. En daarnaast vind ik het gewoon heel mooi dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan die goede doelen hier in Bonnebroek. Het is voor jou volgens mij al de 6e keer dat je het gaat doen, hè? Ja. Ja, vanaf het allereerste jaar zit ik al in het huis. Dus ik heb het eigenlijk alleen maar van die kant ook meegemaakt. Nog nooit vanuit het café zelf. Dus dit wordt mijn 6e editie. En wat vond je echt, echt, echt lastig? Wanneer heb je echt zo'n moment dat je denkt van, nou hoeft het voor mij niet meer? Of denk je dat zo'n moment niet komt? Die heb ik in het verleden wel eens gehad. Vooral als je midden in de nacht moet draaien, waarbij je het gevoel hebt, vooral op de doordeweekse dagen, dat je eigenlijk geen luisteraars hebt. Dat het café hier zo goed als leeg is. En dat je ook wel behoorlijke trek hebt. Ja, dat zijn wel de moeilijke momenten. Vooral ook omdat je dan eigenlijk de hele nacht en dag al wakker bent. En dan liefst wil eten en slapen. Maar ja, dat kan dus niet. En wat betekent het voor jou dat jij hier de penningmeester bent? Wat moet je dan allemaal doen? Hoofdzakelijk natuurlijk geld tellen. Zorgen dat de sponsoren die zich hebben aangemeld, dat die de factuur krijgen. We zorgen dat de verloting goed wordt afgewikkeld. Eigenlijk alles achter de schermen.